Oké, vandaag is het tijd voor de tweede kwartfinale. Wales tegen België. En nou, Jordi staat weer bij zijn favoriete. Ah, durf niet te houden. Nee, is niet te houden. Nee. Die wil heel... Die is heel... Ik ben heel benieuwd waar Adel voor gaat kiezen. Wat denk jij, Jordi? Niet voor de Belgen. Kom op, Adel. Dit gaat al een stuk beter dan bij de eerste kwartfinale. Ja, Wales. Ze gaat voor Bill. Ja. Dit is toch wel een verrassing, of niet, Steve? Ja, vind ik ook. Maar ze kiest wel al vaak voor de underdog. Merk ik. Vind ik ook leuk. Ja. Nou ja, dat is jammer voor België, maar... Ik heb wel het idee dat als je je voorkeur aan die kant legt, dat... Denk je? Ja, we gaan het meemaken met de volgende kwartfinale.